हर वक्त तेरे हुस्न का होता है समां, हर वक्त तेरे हुस्न का। भरने नहीं पाती तेरे जलवों से निगाहें। Ja, lieve mensen, we zijn weer zover. 6:05. Ik ging even fout hier met de verbinding. Maar ik heb de heer Ludwig van Milieu aan de lijn, lieve mensen. En we gaan met hem praten over natuurlijk de capriolen in Suriname. Lees de Messias die op de vlucht is. De rechtsstaat heeft een deuk opgelopen door het falen van de autoriteiten om Bouterse te laten vluchten. En de veiligheidsdienst is zo lek als een mandje, zegt Ludwig. En Santokki is debet aan de gecreëerde chaos in het land en de reputatie is schade voor Suriname. Meneer Ludwig, ik heb zo'n beetje toch wel kort en krachtig geformuleerd wat uw standpunt is ter zake. Heb ik iets te veel gezegd? Nou nee hoor, het is toch altijd een creatieve bezigheid om de zaakjes samen te vatten. Chaos is moeilijk samen te vatten. Dus ik moet het ermee doen. Ja, regel. Ja, de mening, ik hoor iedereen op dit moment erover praten, hè, van Spong tot en met de Surinaamse juristen, mevrouw Serena Esset. Ja, iedereen heeft zo'n beetje een plasje over gedaan. En ik denk, kom, we gaan vandaag ook met Ludwig erover praten. Ik hoor hier en daar geluiden van columnisten die zeggen dat dit het laatste druppel was. De vlucht van Bouterse. En dat reden genoeg is voor deze regering, meneer Santokki en zijn manschappen, inclusief Brunswijk, om de biezen te pakken en weg te gaan. Is dat sterk uitgedrukt of zeg je nou, daar zit een kern van waarheid in? Nou, ik moet zeggen, het is bondig samengevat hoe ik er ook over denk hoor. Ik vind dat we zijn gekomen aan het einde van een tijdperk. Ja. En het tijdperk is Bouterse van 1980, 2024, dat is dit jaar. Ja. En ik noem het een tragedie van een Nederlandse miskleun en Surinaams verraad. Ja, het komt erop neer, Bouterse die heeft zich geprofileerd en dat is mijn visie. En ik weet dat er een kleine kern NDP'ers die springen nu op de kast, maar ik moet de waarheid vertellen. Ja. De aanname, of dan moet ik zo zeggen, de analyse van mij over de persoon Bouterse. Ja. En het proces dat Suriname revolutie wordt genoemd, dat met een staatsgreep is gestart. Ja. Ja. Ik zat er middenin, in het begin, heb ik dus 44 jaar heb ik dat gevolgd. En ik heb me in de periode 1994 tot 2000, ja, heb ik me losgemaakt van die historische ontwikkeling, omdat ik zag dat er heel wat valse noten op de zang geregistreerd werden van de NDP met hoofdmatador Desi Bouterse. En ik had geen persoonlijk conflict met hem, maar hoe zal ik het uitdrukken? Hij heeft zichzelf, wat mij betreft, heeft hij zichzelf, zo is zijn karakter. Hij brengt zichzelf naar de luwte en veegt zichzelf uit jouw sociale kringen. Mm-hmm. Dat heeft hij niet alleen met mij, dat heeft hij met bijna alle mensen waar hij afstand van doet. Dat doet hij op die manier. Hij heeft één modus operandi. En het komt erop neer dat hij systematisch de primaire ondersteuners van hem, dus die in de eerste instantie de militairen te hulp zijn geschoten, ja, na de staatsgreep, heeft hij zich systematisch ontdaan van het intellectuele kader.
Ik ben niet de enige. Hij heeft ook aan de briljante cum laude afgestudeerde Ernie Brunings. Ja. Heeft hij gezegd dat hij hoopt dat het dak van Ozeer op zijn hoofd valt. En dat heeft hij ook gezegd tegen Tess Meynals, die een succesvolle juridische carrière begonnen daarna. Dus die jongens zijn allemaal goed terechtgekomen. Dat heeft hij ook gedaan met Playfair. Een van de meest briljante waterbouw, weg- en waterbouwdeskundigen van Suriname. Ja. Die de taak kreeg voor de hele natie. Dat moeten we goed zeggen. Ja. Die jongens, bijvoorbeeld Playfair, die heeft de taak gekregen om de Chinese penetratie in Suriname, het gebied van wegenbouw, te controleren op academisch niveau. Ja. Daar was hij de enige van in Suriname. Ja. Het zijn geen kleine jongens die ik nu noem. Ja. En Bouters heeft zich systematisch ontdaan van die club. En daar hoor ik ook toe, daar hoor ik ook bij. En ik heb dat sportief opgevat. Ja. Ik heb nooit rancune gekoesterd tegen de persoon. Ja. Omdat, en nou wil ik de laatste zin zeggen om deze constatering te staven. Ja. Dat je moet voorzichtig zijn wanneer het gaat om persoonlijke ervaringen met een persoonlijkheid. Dan begint men te twijfelen van ja, maar je hebt die man gesteund en zeker ben je ontevreden over. Want dat werd ook gezegd binnen de NDP, dat ik ontevreden zou zijn met benoemingen en ik weet niet wat allerlei nonsens. Ik heb gehoord over mezelf. Ja. Maar daarom ben ik voorzichtig geweest met uitspraken in de richting van de persoon Bouters, hè? Dat ik die uitspraken alleen maar kan staven wanneer hij zelf een aantal staaltjes laat zien van zijn onbetrouwbaarheid. Ja, ja. En dat is wat ik nu op het eind van de rit, namelijk zijn niet verschijnen op 12 januari, jongsleden, na een deurwaardersexploot van het Openbaar Ministerie, waarbij hij opgeroepen is zich te melden bij de gevangenispoort. Ja, wist ik van tevoren dat hij niet zou verschijnen. Want, en ik zet dit in die context dat hij daags tevoren herhaaldelijk in de publiciteit het tegenovergestelde heeft beweerd. Ja. En dus dat betekent, ik wist van tevoren, deze man hangt aan elkaar van leugens die vanaf 1980, vanaf dat hij zei dat zij de 8 december moorden zijn gepleegd omdat Surinamers op de vlucht waren. Ja. En dat Surinamers bezig waren met een staatsgreep. Ja. Terwijl ik nog heel dichtbij in die datum van de gepleegde tragedie heb ik gesproken met Bram Beer bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik goede contacten had met die Surinamers die daar betrokken waren. En ik kan u zeggen dat zeker voor Bram Beer en voor meneer Leslie Raman steeg mijn handen in het vuur dat die met geen enkele poging betrokken waren. Yeah. Het waren gewoon activisten die een journalistieke taak deden en daardoor in vele kringen kwamen. Dus ja, de militairen waren heel bang, omdat we in die tijd leefden in die koude oorlogssfeer in Suriname. Yeah. Dat geldt voor heel Latijns-Amerika. Dat geteisterd werd door een regime van dictators die door de CIA waren aangesteld om de linkse beweging van Zuid-Amerika in te dammen. Ja, en dat was die sfeer in die tijd. En die militairen van Suriname waren nog groen, onvolwassen en niet volgroeid. En die waren ontzettend bang voor hun eigen leven. Ja. Dat is wat mijn benadering betreft van de hele tragedie. Ja, had hij angst voor de intellectuelen? Ik bedoel, mensen die boven hem geschoold waren? Ja, nou, geen angst, maar het is de aard van het beestje. Ja. Het is namelijk zo, ik heb, ik zeg dit nu omdat ik heb altijd mensen in bescherming willen nemen die ook kunnen getuigen van een aantal staaltjes van onbetrouwbaarheid van meneer Desi Bouters als persoon. Yeah. En het komt erop neer dat psychiaters met wie ik bevriend ben, ik heb zelf ook studie in die richting gedaan in psychologie, wij wisten hoe een bepaalde karakter
structuur zich ontwikkelt. Ja. Maar wij zijn daartoe niet geroepen om in de openbaarheid uitspraken over te doen. En dat ga ik nu ook niet doen. Nee. Maar ik ga wel aangeven welke richting er door die psychiaters met wie ik onafhankelijk van elkaar heb gesproken. En die Suriname goed kennen, zijn Surinaamse psychiaters. Ja. En minstens drie die ik heb gesproken over de ontwikkelingen binnen de NDP en de ontwikkelingen binnen Suriname. En met meneer Boutersen als spil, als trekker. En die hebben allemaal diezelfde conclusie getrokken, dat het beeld wat Boutersen te zien geeft in zijn gedrag een zeer onbetrouwbare trek illustreert, van leugenachtigheid, de publieke opinie naar zijn hand willen zetten, altijd handje de voorste willen spelen. Ik heb zijn biografie geschreven en dat heeft hij dus mezelf verteld. Ik praat dus niet van horen zeggen. En heel veel Surinamers die sluiten hun oren en ogen daarvoor. Maar ik heb die karaktertrekken die hij me speelt met een goede bedoeling heeft toevertrouwd. En die ik heb ook, die ik deels ook heb verwerkt in dat boek. Heb ik van hem rechtstreeks vernomen dat op school, daar begon het al, dat hij is een slechte verliezer. Mm-hmm. Hij wil altijd winnen. Mm-hmm. En daar gaf hij zelf voorbeelden van in zijn basketbalteam. Dat hij leidde onder de fraters. Ja. En paters. En die karaktertrek heeft zich verder ontwikkeld in een negatieve zin. Mm-hmm. Door zijn thuissituatie. En je ziet dat dus telkens het zich aanpassen aan niet de eerste viool te kunnen spelen. Daar heeft hij moeite mee. Hij moet alles naar zijn hand zetten. Alles gaat zoals Bouters het wil. En ik heb in dat boek dit voorbeeld ook geïllustreerd. Maar in positieve zin, want dat kan een negatieve kant hebben en een positieve kant. Namelijk, iemand kan gedreven zijn en daardoor ook die karaktertrek vertonen. Want zo is het eenmaal bij die leidersfiguren die die eigenschap hebben. Dat Boutersen, die gaf een voorbeeld van dat zijn vader, die een NPS'er was, die is met hem op vakantie gegaan naar een plek bij een kreek om te gaan zwemmen. En toen heeft een NPS'er in die boot, die in die koreaal zat, heeft een paar onwelgevallige uitdrukkingen geplaatst in de bijzijn van meneer Pengel, Jopie mm-hmm. Pengel. Mm-hmm. Toen heeft Pengel die man uit die boot gezet op een tabietje midden in de rivier. Mm. Ze hebben gezegd, ze nemen die man weer terug als ze terug gaan naar huis. hebben ze die man daar geparkeerd. En Wouter geeft dit als voorbeeld van dat hij toen in afspraak op stand is gekomen tegen die oude mannen van de NPS. Dus ik vertel dit om aan te geven dat die tegenstelling tussen de persoonlijkheid Daisy Boutersen en bijvoorbeeld de NPS niet alleen een politieke is, dat de Nederlanders Boutersen hebben aangezet om Aaron van de NPS uit het zadel te wippen. Het ligt niet alleen daar. Het ligt ook niet, zoals Boutersen zelf de werkelijkheid verdraaide, dat Venetiaan Atibita, dat heeft daarmee niks te maken. U kunt mijn bio, die biografie die ik heb geschreven, het politieke leven van Boutersen, kunt u erop naslaan. Dat zijn dingen die hij al in zijn jeugd heeft meegemaakt, ja, en het speelt tegen mij verteld. Ja. En het komt erop neer dat hij was toen de sociale redder, want hij is een amabel figuur. Ja. In zijn presentatie naar buiten toe heeft hij veel charisma, hij ziet er goed uit. Het is een man met wie je graag bevriend wilt zijn. Ja, maar goed. Dus dat is die tweedeling in laat me het maar technisch benoemen. Ze noemen het een persoonlijke disorder. Ja. Maar ik ga er niet verder op in. Ja. Maar we hebben dat allemaal kunnen ervaren tijdens het praktiseren van zijn leven als politiek leider. Heb ik al die eigenschappen naar voren zien komen. Ja. Maar je moet soms dealen met
Je moet roeien met de riemen die er zijn, zeg maar, in het Nederlands. Ja. Hè? Maar goed, dat proces ligt er, hè? Hij heeft wat vrienden van, tenminste vrienden, mensen die kritiek op, het hadden, op hem hadden. En vooral mensen die toch wel goed geschoold waren. Die in de maatschappij toch wel een belangrijke taak te vervullen hadden. En niet eens waren met de wijze waarop hij toch wel het land wilde besturen. Die mensen heeft hij uiteindelijk bij elkaar geveegd, vermoord. Zegt men, en dat is door de rechters beoordeeld en ook bevestigd, uiteindelijk dus dat vonnis van 20 december. Is zijn partij en zijn partijgenoten, inclusief zijn advocaat, van mening dat dit een politiek proces is. Deel jij die opvatting? Ja, het is een politiek proces. Maar mijn mening is dat als je zegt dat het een politiek proces is, dan is het toch een politiek proces voor twee partijen. Het is geen politiek proces alleen voor één partij. En dat is mijn kritiek. Ik ben een analist. Ik analyseer die zaak. En dan zeg ik, ik wil meegaan met de visie dat het een politiek proces is. Ik ga dat niet uit de weg. Maar dan is het een politiek proces voor Nederland en een politiek proces voor Suriname. Je moet de zaak van twee kanten bekijken dan. En niet alleen van één kant. Ja. En dat gedoe over die zogenaamde documenten die Nederland zou hebben verdonkere maand, ja. 60 jaar in de archieven zou hebben opgesloten, dat gedoe noem ik het, dat ik zeg, wij als Surinamers, als bevolking van een soeverein land, ja, die hebben de eerste verantwoordelijkheid over wat er zich in Suriname afspeelt. Dat kunnen we niet met een beschuldigende vinger naar Nederland wijzen. Ja. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. En ja, laten we dat even onder de loep nemen. Dat het is de persoon Boutersen zelf die precies weet wat in het dossier staat. Ja, ja, oké. Okay. Hij heeft ons als bevolking niet ingelicht. Ja. Maar en daar praat iedereen overheen. Die NDP'ers praten er heel makkelijk overheen. Ja. De Boutersen is de man die gezwegen heeft over wat zich heeft voltrokken in Fortelandia. En dan gaat men allerlei technische argumenten opsporen van waarom de zaak zo lang heeft geduurd. Kan je je voorstellen, we kunnen het niet aan de wereld verkopen dat slimme Surinamers die weten wat er in hun land gebeurt, er meer dan 40 jaar over moeten doen om een kwajongen te berechten. Ja. De hele wereld lacht ons uit. Ja, maar er zijn natuurlijk wat ontwikkelingen geweest. Hè? Ik bedoel, voordat men uiteindelijk op 20 december heeft kunnen belanden, er is een procedure gestart, niet door de Surinaamse regering, maar door verzet van de nabestaanden, dat heeft heel lang op zich laten wachten. Ja, maar ook dat zijn niet die nabestaanden die zijn begonnen, nee. Ja. Er is toevallig een Surinaamse student, of ik weet niet of die jongens Surinamer is zelfs, maar er is een student die in het kader van zijn studie zou afstuderen, dat onderwerp toevallig heeft aangesneden en dat ding is handen en voeten gaan krijgen. Ja, 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 oké. Okay. Dus vervolgens begint die procedure. Dan is er ooit door meneer Venetiaan een amnestiewet bedacht om zijn goede vriend Brunswijk te verschonen van zijn zonde. En diezelfde. Ja? Nou, ik begrijp die vraag. Ja. Sorry dat ik u onderbreek. Ja, maar ga je gang. Nee, maar, ja. Ik heb in mijn boek, ja, dat ik heb met Boutersen over deze kwestie gesproken. Ja. En ik was het met Boutersen eens dat om te beginnen, sprake is van een inmenging van Nederland in de Surinaamse aangelegenheden. Laat me dat zeggen. Daar ben ik helemaal met de NDP over eens. Ja, het is een inmenging. Maar die inmenging, je mengt je in iets, maar het heeft twee kanten toch. Het heeft de Nederlandse inmenging, de Surinaamse verdediging of de parering van die inmenging. Dat moet je ook kunnen evalueren. Je moet niet alleen eenzijdig praten over schande van die Nederlandse inmenging. Daarom noem ik het een Nederlandse miskleun, wat er in Suriname heeft afgespeeld. Dat is een historische benadering dat Nederland heeft geklungeld met zijn diplomatie. U kent het verhaal van Valk. Nel Valk, ja, die met de Surinaamse jongens heeft geëxperimenteerd.
dat zijn uitspraken van onder andere Roy Botsen, die ik heel goed ken in mijn jeugdjaren, een jeugdvriend van me. En die heeft bekend dat in het leger hij heeft gesproken met Valk, kolonel Valk, en is benaderd om een staatsgreep te plegen, maar heeft geweigerd als officier. En dat Valk heeft gezegd, goed, dan ga ik een echelon lager en dan ga ik met de sergeanten de zaak uitvoeren. Dus met andere woorden, wij zijn vanaf het begin belazerd door Desi Boudersen, doordat, en ik ben er ook in getrapt hoor, ik heb ook fouten gemaakt. Ik ben niet foutloos. Ik heb toen de tijd, omdat ik nog jong was, ik praat over meer dan 40 jaar geleden, en ik geloofde het, ik dacht, ja, decolonisatie, man, we worden zelfstandig, we ontdoen ons van de koloniale greep van Nederland over Suriname. Dat is gezegd aan ons als jongeren. En ik heb het geloofd. Ben ik fout om het te geloven? De kerken in Suriname, de Rooms-Katholieke Kerk en de Hindoe-kerk en de Moslimkerken, hebben het ook geloofd. Iedereen heeft erin geloofd. En daardoor is er een gedoogsituatie ontstaan in 1980. Dat men zei van goed, we geven de situatie het voordeel van de twijfel. Die koep. Die koep, ja. De koep. Want er waren voor- en tegenstanders natuurlijk. En er werd gelogen vanaf het begin door Nederland. Er vindt een koep plaats in jouw kolonie. En je praat over een koep die zonder bloedvergieten is verlopen. In alle Nederlandse kranten stond dat het de koep van 16 jachtgeweren was. Ja. Dus men sprak badinerend over die koep. Ach ja, het is een rebellie van enkele muitende militairen, maar het stelt politiek niks voor. Ja. En dat juist is het tegendeel gebleken. Ja. Dat is ten faveur van Suriname. Dat die Surinaamse militairen, die werden onderschat door Nederland, toch iets hebben willen maken van hun rebellie. Ja, dat is het bizar dat meneer Boutersen tot zijn laatste dag in Suriname tegen Nederland aan heeft geschopt in de zin van de voormalige kolonie en dat die de boosdoener is? Nee man, Boudersen heeft nooit tegen Nederland aangeschopt man. Boudersen heeft genoten van de luxe die Nederland hem heeft geboden. Ja. Ja, als u hoort hoe hij praat over zijn militaire periode in Nederland waar hij werd opgeleid. Het was een en al fun. Dansen en dancings in Duitsland enzovoort. En zelfs de overweging om naar Suriname te gaan was een financiële overweging, dat ze lekker betaald zouden worden en dat hij zich allerlei luxe kon permitteren. Welke afkering boden van het Nederlands kolonialisme? Ik geloof er niks van. Ja, alles wat niet goed is aan Suriname is te wijten aan Nederland, aan het koloniale verleden van Suriname. Nee, man, nee. Ja, maar dat was zijn toch wel zijn mantra, toch? Ja, kijk, iedereen kan alles zeggen, ja. Meneer Fred, dus ja. Iedereen kan alles zeggen, hè? Maar je moet kijken wat de werkelijkheid is. Ja. Dus het komt erop neer, dus ik kom op dat stukje, het is eigenlijk een soort dichotomie noem men dat, hè? Een tweesprong, wanneer je dus over de persoon Boudersen praat, ja. Omdat hij van zijn karakter uit is hij een overlever. Ja. Hij heeft een ik moet dat toegeven. Ja. Hij heeft een je hebt van die mensen hè, die altijd de loterij winnen of ze zitten aan de goede kant als ze in de bus zitten, noem maar op. Ja. Ze maken, en je hebt mensen die altijd pech hebben, ze winnen nooit een loterij. En ze zitten altijd precies waar de klappen vallen. Ja. En hij is een type dat gezien de loop van zijn leven zat hij aan de goede kant in die zin van dat hij altijd wegkwam met alle situaties waarin hij belandde. Kwam hij met zijn charme en een beetje gepraat enzovoort, kwam hij eruit. En dat is dus, heeft zich voortgezet in zijn politieke periode. Ja, en wat ik wil zeggen is dus dat hem niets te verwijten valt, maar het is een analyse van de structuur van de karakterontwikkeling bij deze figuur. Ja. Zeg ik alleen. En ik zeg, van meet af aan waren die eigenschappen duidelijk zichtbaar
A, dat die man niet de waarheid spreekt. B, dat hij zich uit, laat het een beetje op zijn volks uitdrukken, dat hij zich uit alle benarde posities uitlult. En er positief uit probeert te komen. Dat doen we allemaal. Wij doen het allemaal. Maar velen met minder succes. Maar hij met veel succes. Weet hij zich uit die posities te praten. En dingen, wat hij hangt aan elkaar van leugens. Neem me niet kwalijk dat ik het zo moet zeggen. Maar om het een beetje eenvoudig uit te drukken. Als u met mij praat, dan houdt u een aantal ethische normen in acht. Dat iedereen kan lezen, zomaar wel eens aan het, toch? Maar als je iemand tegenover je hebt die het niet nauw neemt met de waarheid. Die lult zich uit alle dingen, die zegt dingen die niet kloppen. En hij praat toch altijd over een schaakbord? Ja. Dan vraag ik me af, waar is dat schaakbord gebleven nu? Nou ja, tot de dag dat hij zich heeft moeten melden. Heeft je toch wel een schaakspel gespeeld met ja, ons? Ja, maar het bord, ja, is een denkbeeldig bord. Dus ik denk dat hij wel toch als stratege set heeft gezet. Dat heeft hij gewonnen nu. Weet je waar ik denk? Ja. Toen ik klein was en ik speelde voetbal met een paar jongens van de straat. Ja. Dan, en had een rijke jongen had meestal die dure bal, hè, met ja. leren bal. En wij arme jongens die hadden een voetbalkousen, een kousenbal of een vrucht, een sinaasappel, daarmee me spelen. En nou wanneer die rijke jongens die echte voetbal bezaten van leer, ja, waarmee je lekker kon spelen. Wanneer zij aan de verliezende partij waren, dan nemen ze die bal mee naar huis. Is die wedstrijd afgelopen. Ja. Dus, en ik heb het niet anders gezien. Wat zich heeft voltrokken rondom meneer Bouders. Ja. Met zijn schaakbord. Ja. Heeft hij die wedstrijd gewonnen? Ja, daar komen we straks op. Of hij er wel of niet gewonnen heeft. Eén ding is dat vast. Hè? Er ligt een vonnis. En dat vonnis zou geëffectueerd moeten worden in de vorm van dat hij opgesloten moet zijn. Op 12 januari zou hij zich moeten melden. Nou, de drie anderen hebben zich wel gemeld, behoudens Boutersen en een van zijn kompanen. Boutersen laat zien dat hij dus toch wel, uiteindelijk de dans ontspringt. En, maar luistert u, neemt u me niet kwalijk. Nu moet ik de werkelijkheid gaan vertellen. Ga je gang. Weet u dat? Wanneer ik zeg dat deze man een reeks leugens op zijn geweten heeft, dan gaat het me weer kwalijk nemen. Maar ik kan niet liegen aan dingen die ik weet. Kan ik toch niet verdraaien in mijn hersenen? En dat is te beginnen toen bij de. Het was toen voor het eerst de frontregering, of de NPS, kan je zeggen, onder leiding van de NPS, ja. De verkiezingen won in 1987. Ja? Ja. Toen is tegelijkertijd, iets daarvoor, de verkiezing geweest in het leger. Ja. Want Boutersen had door, dat als hij die verkiezingen zou verliezen, wat is dus gebeurd, ze zijn met meer dan 3 zetels hebben ze gekregen, ondanks een propvol osseer, vol met jeugdige mensen. Toen hebben ze de naam gekregen van de Nyandringi-partij, je kon daar gaan drinken, gratis eten, alles. En ze hebben niet gestemd op die man. En dus de NDP heeft toen de verkiezingen verloren. En wat is er gebeurd? Er is een sfeer in het leger ontstaan, waarbij het de vraag was, wanneer er een andere regering komt, in het kader van de democratie, is het zo dat jouw gewapende machten hebben geen autonomie. Ze staan onder controle van de burgerregering. Dat is een kenmerk van de democratische organisatie, van de rechtsstaat. Ja. Dat je over die gewapende machten een burger de opperbevelhebber maakt. Dus je slaat als het ware die bevelhebber over. En je brengt de leiding van het inzetten van het wapengeweld brengen naar de politiek. En dat beseft de Boutersen heel goed. Want het is een man die een feeling heeft voor het verliezen van zijn machtspositie. Ja. Heeft hij een nep verkiezing gehouden in het leger. Ja. Ik heb door de belangrijkste mensen in het leger ooggetuigenverslag gekregen van hoe het is toegegaan. Ja. Ik hou het hierbij omdat ik niet in de diepte wil gaan hierover. Ja. Maar ze hebben de boel belazerd daar.
Ze hebben een vergadering gehouden in het geheim. Ja. En toen is uit die vergadering gekomen dat de enige mogelijkheid voor Bouterse om te overleven als militair was dat hij die verkiezingen binnen het leger moest frauderen. Ja. Stimuleren. En toen heeft hij gedaan alsof hij overweldigend gekozen werd. Ja. Het leger als leider. Ja. Te voorkomen dat de machtspositie na die verkiezingen zou gaan veranderen. En dat is ook gebeurd. Venetiaan is de premier van Suriname geworden, of de eerste president. Hè. Ze hebben de verkiezingen gewonnen. En toen moest eigenlijk Bouterse zijn machtspositie inleveren. En toen heeft hij die splitsing gebracht. En dat, ik wijs even op een simpele leugenachtigheid die wel belangrijk is geweest voor de loop van de geschiedenis van Suriname. Ja. Namelijk, toen is gesuggereerd dat hij de almachtige leider was in het leger, wat niet het geval was, omdat ze hebben dat goed bestudeerd in het leger, van als die manschappen niet kiezen voor Bouterse, is het afgelopen met Bouterse. Toen hebben ze, om de zekerheid te hebben dat hij die macht zou behouden, hebben ze die verkiezingen gesimuleerd. En gezegd, met fraude en zo in het leger. Ze hebben die leger topfunctionarissen hebben aan meegewerkt. Hebben die verkiezingsuitslag gefraudeerd. En hebben bekendgemaakt dat Bouterse overweldigend gekozen is als leider van het Surinaamse leger. Precies daar begint alles scheef te lopen. En Venetiaan heeft verzuimd Bouterse gewoon volgens machtspolitieke procedures aan te pakken. Dat heeft Venetiaan, om wat voor reden dan ook, er spelen ook etnische sentimenten een rol. Daar durft men in Suriname niet over te praten. Want Venetiaan zou de naam krijgen dat Waningere, Srotto Waningere. Ja, die heeft het niet gedaan. Maar oké, uiteindelijk heeft hij dus het gepresteerd om president van Suriname te worden. Hè? Twee keer toe. De meest machtige man in het land heeft alles uiteindelijk naar zich toe weten te trekken, heeft het land krom of scheef geleid. We hebben dus nu dat proces gehad, heer Ludwig. En we zien dat de man toch wel de dans ontspringt. Vonnis was er en als het Openbaar Ministerie de waarheid spreekt, dan zouden ze hem op 12 januari toch wel willen opsluiten. Ze hebben hem eerst opgeroepen om zichzelf te melden. Dat heeft hij niet gedaan. Vind je het niet vreemd dat uiteindelijk Bouterse het gelukt is, net als Hoefdraad en die meneer die met die sieraden om zijn nek, Moneyhond, Bordeaux, ja, Bordeaux. Ja, toch, Bordeaux en die mannen van SLM en zo, die zijn allemaal het land ontvlucht en het OM is niet in staat om die mensen uiteindelijk te vervolgen. Vind je het niet vreemd dat het Bouterse gelukt is? Ondanks het feit dat er een vonnis ligt, dat hij nog een dag voor de 12e gecommuniceerd heeft. In de media staat dat hij nog de 9e van januari in het land was. Dat deze man uiteindelijk op de 12e of daarvoor het land is kunnen ontvluchten. Vindt u die vreemd? Heeft hij dat uit zichzelf kunnen doen? Of ben je ook van... Nee, ik vind het helemaal. Ik ga niet mee met deze loop van de beschrijving van de geschiedenis. Het is gewoon vervalst. Daarom vind ik het een moeilijk gesprek, want de publieke opinie heeft alleen maar te maken gekregen met die leugens die zijn geproduceerd. Maar ik geef aan, en het beste kunnen we ons nog in geheugen nemen, laat me even voordat ik die vraag concreet ga beantwoorden, u op een paar dingen wijzen dat als je die dingen weet, ik geef een voorbeeld. Bouterse staat op een laatste vergadering in Auxerre. Ja, 16e. Ja, gaat hij dan wat uitspraken doen, hè? Ja. En dan, de man die dus de wet, de Surinaamse grondwet heeft overtreden, dat is hij zelf, die een koepel heeft gepleegd in 1980, die gaat doen alsof hij de vredige man is. Dus ik laat even die verdachte issues, waarom het proces eigenlijk, waarover het proces gaat, laat ik even buiten beschouwing. Dan staat die man op een podium daar en dan laat hij dus de regie van de vergadering, die heeft dat van tevoren bepaald, want daar is de NDP goed in,
En dan laat men een aantal belhamels in die partij. Een Nederlandse politicus zou zeggen, het tuig van de richel laat men aan het woord komen. Van Bouders, if was Amsterdam aan een baas, if was Amsterdam aan een baas, dat groot koren die daar is gezegd. Je laat de mensen allerlei bedreigende taal uiten. En dan kom jij als verzoener, kom zeggen, ik roep op tot rust en kalmte. Ja. Terwijl als je dat ding analyseert, is het een grote soap. Ja. Waar allemaal in stinken. En ik ga u zeggen, al gaat heel Suriname mee met die visie. Ik trap er niet in. Omdat ik heb ervaren hoe dat ding werkt. Maar hoe bedoel je soap? Wat bedoel je met soap? Het is een farse dat een man die het toonbeeld is van agressie, ja, in Suriname, die in zijn gedrag alleen maar frauduleuze dingen laat zien, ja, die komt op een vergadering, ja, waar hij zelf eigenlijk het onderwerp is. Ja. Ja, komt hij oproepen tot rust en kalmte bij die bevolking. Ja, roep dat die vraag op bij jou, meneer Ludwig. Ik bedoel, zou het niet zo kunnen zijn dat Bouters al in zijn broekzak gaat zitten, dat de gevestigde macht, hè, de hoogste leiding in het land met zijn manschappen, niet voornemens zijn hem op te pakken en op te sluiten. Ja, Dat zeg ik. Ja. Dat de man op de hoogte is van andere dingen, toch? Precies. Je hoort over allerlei bijeenkomsten, ja, waar die in het geheim achter de deur en zo, ja, worden gehouden. Ja. En we vragen ons niet af, want daar is bekokstoof. Ja, dat vragen, ja, ons niet af. Ja. We zien dat het justitiële apparaat bij ons in Suriname niet deugt. Ja. En ik heb het zo geïllustreerd. Denkt u dat het buitenland, bekijk de zaak van buiten. Ja. Om niet te verdwalen in een overkill aan informatie waar je niks aan hebt in de binnenlandse situatie in Suriname. Kijk de ding van buiten. Dan zie je dat als je in het buitenland moet gaan uitleggen dat een verdachte bij een gruwelijke, tragische moordpartij in Suriname, ja, pas na 40 jaar kan worden berecht. En dan heb je toch iets uit te leggen? Wat, ja, moet je dan uitleggen? We slaan allemaal een blunder. Ja. Het is in ons aller naam geschied. En daarom zeg ik, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik heb niks tegen meneer Boudersen. Ik probeer objectief aan te geven, wat is er in Suriname aan de hand? En dan ga ik u zeggen, dat verhaal van die Robin Hood, of de machtige man die door God gezonden is, de Messias, dat is de betekenis van het woord Messias dat ik heb gebruikt. Ja. Dat de man zichzelf heeft opgevoerd als de Messias die door God gezonden is en boven de wet staat. En hij heeft niks anders gedaan dan zijn eigen belangen gediend. Hij heeft percelen gestolen van het land. Brokkobakka is niet van Bouterse. Is van de palmoliemaatschappij. Waar een proeftuin was aangelegd. Dat eigent hij zichzelf toe. En dat is met meerdere percelen. En op weg naar de Valsweg. Van de Valsberg. Ben ik in de Koppename rivier. Kan alle Quinties die daar wonen in de buurt. Die kunnen even uitleggen waar Bouterse zijn. Ze verblijven zijn in het bos. Want zij hebben die dingen moeten aanleggen. En zo ben ik op de hoogte gekomen van, dus door de praktijk, van een heleboel dingen die in het land plaatsvinden waar wij niks van weten. En met name in die goudsector. Ik heb een lijst laatst gezien. Die lijst deugt op zich niet. Maar het geeft wel een indicatie van wat er in die goudsector aan de hand is. Er zijn belangrijke spelers in die goudsector. Ja. Ja, die in feite geen belasting afdragen, waarvan men niks weet van welke contracten men heeft. En Brunswijk is een van de grote, dus hij wordt geplaatst op de eerste plaats. Van een man die goudbedrijven heeft en de machtigste positie in die goudsector. Bouterse wordt genoemd met zijn zoon Dino, voordat hij in die gevangenis in Amerika belanden, van zijn aandeel in die goudsector, et cetera, et cetera. Niemand weet wat er daar in het binnenland gebeurt, maar, ja, ik kan u zeggen dat er heel veel mis is en er miljoenen worden verdiend door Surinamers, hoor. Ja. Dus je hebt een drietal Surinaamse bedrijven die in die kop van die goudsector opereren en ze hebben
ze geven andere maatschappijen toegang tot onze goudreserves om zelf persoonlijk een graantje mee te pikken van die maatschappijen. Maar laat me daar niet over beginnen. Ja. We hebben het over. Meneer Bouter zei die kwestie. Ja, we hebben over de afwikkeling. Hè. We zien dus dat inderdaad, ondanks dat zijn man achterban, hè, zijn volgelingen het leven willen geven, hè, voor zijn zaak. Waar hij eigenlijk behoorlijk in de knel is, hè, in de verdomde hoek geplaatst is met een vonnis dat op 12 januari uitgevoerd gaat worden, zeg je tegen zijn manschappen. Ja. Lees zijn volgingen op spang. Udo Brokkede, hou kalmte, rust en doe geen gekke dinges. Ik bedoel, je zegt zelf, deze man is toch wel iemand die altijd zichzelf op de voorgrond plaatst. Eigenlijk graag andere gebruik om de dans te ontspringen. In dit geval heeft hij al in een vroegtijdige fase tegen de mensen die inderdaad bereid waren hun leven te offeren voor zijn zaak gezegd, Nospang, hou kalmte, rustig aan. Ik heb nog een uitzending bij een van de lokale radiostations gevolgd, hè, waar die kwestie rondom zijn gevangenneming werd besproken en dat zijn achterban best wel heftig, emotioneel en agressief in die uitzending hebben gereageerd. Hè. En op het laatste moment komt Bouters in de uitzending tot verrassing van iedereen. En toen heeft hij ook de mensen tot kalmte opgeroepen. En hij zei toen, Nospang, mijn advocaten zijn op het hoogste niveau in overleg voor een zachte landing. Ja, kijk, ik volg al die dingen hoor. Ik heb al die dingen gezien en beluisterd en ik lees de hele dag over deze kwesties. Ja. Ik zeg, het is zelfs moeilijk voor mij om door de bomen het bos te blijven in de gaten blijven houden. Ja. Omdat je wordt doodgegooid met irrelevante informatie. Nou. Weet u, ik ken mensen die met wie ik bevriend ben. En je maakt een afspraak en die man is te laat. Ik geef maar een voorbeeld. Ja. Die man is te laat en dan wijs je die persoon erop van luister, we hadden afgesproken 5 uur. Ja. Je was er niet en zo. Dan zei die man, ja, weet je wat ik heb meegemaakt? Dan komt die man met een heel ander verhaal. Terwijl hij spreekt hem alleen aan op te laat komen. En het enige wat die man moet zeggen, sorry, ik ben inderdaad laat. Ik had met je afgesproken zo laat en ik heb het niet kunnen redden, sorry van mij. Klaar, de rest is niet relevant. Ja. Dan gaat die man een verhaal ophangen aan je, dat hij zijn vrouw heeft gered die in het water was of zo, ik noem maar wat. En op het moment dat je zegt, ja maar wat je ook hebt gedaan, je bent laat nu. En dan lijkt het alsof de persoon die je erop wijst dat je laat bent, niets te maken heeft met het feit dat je vrouw verdronken is. Weet je, die mensen brengen die dingen met elkaar in verband. En zo heb ik gemerkt dat in de Surinaamse publieke opinie de logica helemaal zoek is. Vanwege de laag opgeleidheid van die bevolking zijn we weinig onderwijs genoten. En dan zeggen we zeggen het tegen elkaar met een lach en een traan. Maar we realiseren ons niet wat de consequentie daarvan is. Ja. De consequentie daarvan is dat wij, een groot deel van onze bevolking, zich heel makkelijk kan laten manipuleren. Ja. Dat mogen we niet zeggen. Dus je mag wel constateren dat 46% van de Surinaamse bevolking, volgens de minister, voormalige minister van Onderwijs, die onderzoek daaraan heeft laten doen. Ja. 46% heeft slechts enkele klassen lagere school genoten. Ja. En dat we zeggen dat als je nog die paar die iets meer hebben genoten, maar het lesmateriaal zijn vergeten, omdat ze nooit meer een boek hebben aangeraakt en geen krant lezen. Dus het is een groter percentage. Dan komen we over de helft van de bevolking dat op een heel laag niveau functioneert. Ja. Maar nou zeg je in jouw stelling, meneer Ludwig, onze Messias is op de vlucht. De rechtsstaat heeft een deuk opgelopen door het falen van de autoriteiten om Bouterse te laten vluchten. Wat bedoel je daarmee dan? Dat er zeker een medewerking is verleend door de huidige machthebbers om een bepaald scenario af te draaien. En welk scenario weten we niet, want ze hebben alles achter gesloten deuren. Die regering, de huidige regering, is niet transparant. En laat mij voorop stellen, wat die huidige regering onder leiding van Chandrika Prasad Santokhi in Suriname heeft gedaan, is
funest voor alle Surinamers. En in het bijzonder noem ik de Hindoestaanse bevolking die hard gewerkt heeft om te bereiken wat men heeft bereikt. Die door dat etnische gedoe van het racisme van de VAP een kleine club die de president ertoe aanzet om een friends and family beleid te voeren, beschaadt hij de gehele Surinaamse bevolking en in het bijzonder brengt hij een gevaar voor de Hindoestaanse onderlagen die het niet met Santokki eens zijn. En daar wil ik op wijzen, want weet je wat het ding is? Men is zo kortzichtig. Ik heb het over de publieke opinie in Suriname. Ja. Wanneer het falen van Santokki aan de orde is, want dat geef ik aan op uw als antwoord op uw vraag hoe het komt dat de zaken zo krakkemikkig verlopen in die arrestatie van Boudersen. Ja. Wijs ik op allerlei afspraken, niet transparante dingen die plaatsvinden, waar we het fijne niet van weten, en met name in het justitieel apparaat. Vandaar dat de NDP volhoudt, en daar heeft de NDP gelijk in, dat het een politiek proces is, omdat er stappen worden gezet, wordt bekonkeld achter gesloten deuren, hoe ze haas gaan vangen. En dat voelt iedereen toch op zijn janboerenfluitjes aan, wat er aan de hand is, dat er dingen niet kloppen. Ja. Ik ga niet in de diepte, want ik ben geen jurist. Ik laat dat voor de juristen. Ja. Uit te zoeken, maar ik geef aan dat er wel een compliment wil ik maken voor meneer Erwin Kanhai, die, als ik de berichten moet geloven, die Boudersen erop gewezen heeft, waar in het gesloten circuit, ik noem nou de benadering van meneer Spong, die hierop ook heeft gewezen, dat zijn strafrechtjuristen, die van want te weten, Spong is meerdere malen bekroond voor zijn kennis en zijn kunde. En hij zegt, er is een gesloten systeem in de rechtspraak waar je aan moet houden. En Erwin Kanhai heeft dat aan Boudersen voorgehouden. Ja. Op het laatst van luister, dit is één punt. Ja. Maar is het niet, meneer Milieu, is het niet zo dat en Boudersen en Santokki een gemeenschappelijk belang hadden om te komen tot 12 januari dat uiteindelijk Boudersen is verdampt. Hè? Niemand weet waar die naartoe is. Vanwege het feit dat Boudersen kon verdampen en twee, dat uiteindelijk dwangmatig Boudersen oppakken door de gewapende machten in Suriname in opdracht van Santokki uiteindelijk tot een behoorlijke ontwrichting van die samenleving zou kunnen leiden. Daar had Santokki waarschijnlijk... Ik geloof er niks van. Ik ga u zeggen waarom. Ja? Daarom zeg ik u, dat is moeilijk discussiëren eigenlijk over dit onderwerp. Waarom? Nee, maar het zijn aannames. Alle ingrediënten, als we dus de aanhangers van Boudersen mogen geloven, hè, in hun uitlatingen. Ik heb op de bijeenkomst van de 16e, maar ook op tijdens die radio-uitzendingen. Ik heb ook iemand hier op de radio gehad. Dan wilde men dat dus niet zomaar zo laten gebeuren. Het had zo kunnen gaan escaleren. Nee, dat is niet waar. Ik ga u zeggen. Ja. Boudersen heeft dat verhaal, dat fabeltje, gefabriceerd. Hij heeft zelfs van de Wira uitgenodigd om het te komen uitleggen aan de Hindustanen. U begrijpt het racisme van Boudersen niet. Ze noemen het etnomanie. In de wetenschap wordt die benadering genoemd. Kijk, het verschil tussen racisme en etnische benaderingen, etnisch profileren. Kijk, het komt erop neer, de oude politiek in Suriname, die heeft gebruik gemaakt van die zogenaamde Brobdjari. Ja. Die heeft dus bevolking en allerlei etnische groepen. Diversiteit, eenheid en diversiteit, toch? Juist. Ja. Nou, dat is de oude benadering van de multiculturaliteit van Suriname. Ja. De nieuwe benadering, die in de wereld is bestudeerd, heeft het volgende te maken, dat men in de politiek, de actuele mondiale politiek, heeft men ingezien dat bevolkingsgroepen of bevolkingen, die houden veel gemakkelijker een klein groepsgebeuren in de gaten en voelen zich veiliger in die kleine kern van de familie, de kleine kern van de buurt, de kleine kern van
de groep waartoe men hoort in het vakgebied, et cetera. Men maakt kleine kringetjes waarin men zich veilig voelt. En het gevolg daarvan is dat de politiek die zich in die constellatie ontwikkelt, die manipuleert die mensen. En om een voorbeeld te geven, dat piloten onderling, die voelen zich veilig. Het heeft niet met ras te maken zoals wij de definitie van ras kennen, etniciteit. Het heeft te maken met groepsvorming. Je voelt je veilig thuis, bij de familie. Vrouw waarop je verliefd bent en je kinderen die je hebt gekregen met die vrouw. Als je tussen die mensen zit, voel je je prettig. Mm-hmm. En je voelt je ook prettig als je met mensen uit je buurt, als je in een hele vreemde manifestatie komt en je ziet 10 buurtgenoten, dan voel je je prettig tussen die 10. En zo is Suriname door zijn kleinschaligheid in deze, als ik het vervolgtraject van de etniciteit, zoals die beschreven is door professor Van Lier, samenleven in een grensgebied, dat iedereen zijn grenzen etnisch trekt, is de NDP door toevallige omstandigheden, ik laat even in het midden hoe het is gekomen, maar Bouterse heeft gebruik gemaakt van de vooroordelen binnen de groepen. En daarom is mijn benadering van de NDP een andere. De VAP en de NDP zijn in economisch-politieke zin dezelfde groep. De VAP heeft interne conflicten gekend met Lachmon, waardoor de geldverdieners, de mannen die, de captains of industry, zijn vertrokken uit de VAP en zijn door geldgebrek binnen de NDP binnengeslopen bij die NDP. En de NDP heeft beschikt over diezelfde financierders als de VAP. Het zijn van hetzelfde laken een pak. Ja. Dat is mijn benadering. Ja, maar even dus in deze hè, die zeg maar het vluchten van Bouterse. Daar heeft de NDP toch niks mee van doen. En daar heeft etniciteit toch ook niks mee van doen. Het is dat de man de open ruimte heeft gekregen om uiteindelijk toch wel te kunnen vluchten. Want als meneer Santokki, als meneer Santokki... U staat gemakkelijk een stelling en gaat er gemakkelijk overheen dat het niks van doen heeft. Het heeft alles daarmee van doen. Nee, maar even, meneer Ludwig, even low profile, hè, want de mensen luisteren thuis. Juist, toch? Ja, het gaat erom. Ik bedoel, er ligt een vonnis. Weliswaar heeft de rechter van het constitutioneel hof niet gelijk bevolen tot gevangenneming, maar de rechter heeft gezegd 20 jaar cel. En de gevolg daarvan is dat de verantwoordelijke instanties, de handhavers, Openbaar Ministerie uiteindelijk tot vordering van het vonnis over zou moeten gaan. Dus 12 januari had die man een brief gekregen, hij had een brief gekregen om 12 januari zich te melden op Santo Bama. Ik wil u behoeden voor de fout die nu in deze, op het laatste moment, het proces Bouterse door vele mensen wordt gemaakt. Iedereen is jurist. Ik begrijp me niet op dat vlak. Nee, maar hier hoef je geen jurist voor te zijn. Het is klinkklare taal, toch? Nee, dat wil ik juist uitleggen. Kijk u. Laat mij nu, waar ik denk dat de schoen ringt, is dat ik heb u al gewezen op de similariteit tussen de leidinggevende bij de VAP en de leidinggevende bij de NDP. Ja. Het is éénzelfde groep, meneer. En die groep die heeft een onderlinge strijd. Ja, en ik zeg dus, de beveiliging van Suriname, dat als je belangen gaat beveiligen, je beveiligt financiële belangen, dan gebruik je diezelfde groep weer. Ja, ja. Dus het komt erop neer, wat ik zeg, is dat, laat me de koe bij de horens vatten. VAP heeft bekendgemaakt, heeft onder leiding gestaan van Lachman. En ik heb in verschillende radio-uitzendingen uitgelegd dat ik familiair gerelateerd ben aan de familie van Lachman. Ja, dus ik weet dit vanuit eigen waarneming. Dat toen men begon te praten in de jaren 60 over de brede basis en de verbroederingspolitiek, dat heel Suriname
En ik zeg altijd de geschiedenis zal me gelijk geven. Namelijk, toen Laxman begon over verbroedering, bedoelde hij niet die verbroedering tussen de Hindustaan uit India, de Brits-Indiër, en de Afrikaan uit Afrika. Dat, over die verbroedering heeft Laxman het nooit gehad. Laxman bedoelde met verbroedering in de eerste instantie tegen de Hindustanen, zei Laxman van luister jongens, maar die Hindustanen waren verward. Je had mensen die geld wilden verdienen, anderen die wilden rijk worden en wilden positie en noem maar op. Toen heeft Laxman gezegd, luister, laten wij eerst, dus primair, streven naar de eenheid in onze eigen geliedingen. Dat heeft Laxman bedoeld van broeder. Laten broeders, mannen en vrouwen, het met elkaar eens worden over dingen. Eenheid laten binnen de Hindustanse gemeenschap, dat was zijn doel. Juist, dat was zijn doel. Ja. Later, in latere tijden, is hij dat gaan gebruiken in die samenwerking met Pengel, waarover ook heel veel te vertellen valt. Ik ga dat niet dieper op in. Nee. Maar even maar in de context, anders. Ja. Doel, het gaat erom dat we vandaag hebben. Ik blijf in die context. Ja. Maar wanneer je eenzijdig die verbroederingspolitiek van Laxman ziet als een soort moeder Teresa van Suriname, Dat hij de vrede heeft gebracht, dan is dat een verkeerde weergave van de politieke werkelijkheid. Dat zeg ik alleen. Ja. Ik zeg dus dat de NDP daar ook, dat noemen ze etnomanie, dat de etnomanie is bedreven door Boudersen en de NDP door bijvoorbeeld Adin voor te schuiven bij een verkiezing als vicepresident van Suriname. Ja. Eerder was het Amerali. Ja. U moet kijken hoe die mensen zijn gebruikt door Boudersen. Ja. Als ze het niet door hebben, is hun zaak. Ja, ja. Ik heb het door. Ja. Dat Boudersen, de man, ik noem maar die naam van Adin, dat een pion heeft gebruikt om Hindustaanse kiezers te lokken naar de NDP. Duidelijk. Logisch, toch? Politiek is dat, toch? Strategische, dus die man is politiek gaan bedrijven met maar Mesuka Olo, meneer van Milieu, het gaat bij mij hierom, hè. Ik bedoel, wet en regelgeving is er om een gemeenschap te kunnen besturen en in harmonie bij elkaar te kunnen houden, toch? Daar hebben we wet en regelgeving voor. Nou is moord gepleegd, de man is veroordeeld, 20 jaar, hij heeft alle rechtsmiddelen ingezet om de gevangenneming te voorkomen. Hij heeft geweigerd om gratieverzoek in te dienen, omdat zijn advocaat vond dat als hij dat zou doen, dat een bevestiging was van schuld, dus moet hij dat niet doen. En toen is hij met de nieuwe advocaten aan het hameren geweest op het punt van die amnestiewet. Hè? Dat hij inmiddels amnestie had en dat dus het vonnis van de 20 december onrechtmatig zou zijn. En daarom, hij vond dat hij en met zijn manschappen in de NDP, dat hij dus niet op Santo Boma zich zou moeten melden. Maar goed, er lag een brief van het OM, hij zou zich moeten melden. Zou hij dat niet doen, dan werd de schijn opgehouden door meneer Santoki en het Openbaar Ministerie, dat de sterke arm, de werkarmen van meneer Santoki en het Openbaar Ministerie, uiteindelijk meneer Boutersen persoonlijk zouden gaan ophalen. En op SA. We zien op 12 januari een gezellige bijeenkomst. Sommigen noemen het DDO'so. Ik zag daar geen DDO'so. Ik zag muziek, ik zag mensen praten. Nou, ik zag bedrog. Ik zag maar een handjevol mensen daar. Terwijl er is door Sande Wira en jaren geleden ook heeft de NDP een aanvang gemaakt naar de vertekening van de werkelijkheid. Ja. Door in Suriname de angst te zaaien. Ja. Dat if de Masrote bouwt aan de grond. Precies. Het is een bedreiging. Ja. Het is met geweld dreigen. Het is weer het pistool. Het is weer een wapen dat in stelling gebracht wordt. Terwijl wij als eerlijke Surinamers met elkaar willen praten uit liefde voor het land, wordt door die NDP constant gedreigd met dat wapen op de achtergrond. Datzelfde doet Brunswijk ook. En daarom begrijp ik Santoki aan de ene kant dat hij voorzichtig is zijn vingers niet te branden aan die twee mannen, Boters en Brunswijk. Maar het zit niet goed in elkaar. Ja. En daarom heb ik kritiek op Santoki dat dit Suriname nooit vooruit zal helpen als je een bocht maakt voor dreiging van geweld. Ja.
Ik dweek daar niet voor. Santokie is gezwicht voor geweld, dat zeg jij. Ja, hij is gezwicht voor geweld. Ja. Hij is bang dat het einde van zijn leven gaat betekenen. Ja. Als hij tegen de NDP in maatregelen neemt. Dus men zegt dat de Volksbond gewoon, hij moet ballen tonen. Ja. En die ballen heeft hij niet. Nee. En ik ben de laatste die gaat pleiten dat mensen elkaar moeten aanvallen. Ik zeg alleen, de problemen waarin Suriname nu zit, worden met z'n allen gecreëerd. Santokie is er debet aan, de NDP is er debet aan, en ik wil u wijzen, ik was gebleven bij dat punt waarbij ik een compliment gaf, de verdediging van Boutersen, althans in de publieke opinie, heeft die advocaat Erwin Ten Hag aangegeven aan Boutersen dat zijn werk erop zit. Ja. Dat het eindpunt is. Ja. Meneer Boutersen, die heeft in tegenstelling tot wat hij is gaan beweren in de publieke opinie, heeft hij beweerd dat hij zich gaat neerleggen bij de beslissingen van de magistratuur in Suriname. Dat is niet gebeurd. Dus er wordt gelogen, dat leg ik u uit. We kunnen tot Sint-Jutemus blijven discussiëren. Wanneer we iets zeggen, verstaat Boutersen iets anders dan anderen. Hij is zogenaamd nu gevlucht, of hij is niet vindbaar. Maar het zou me niet verbazen, ik zeg maar een gek voorbeeld, dat hij uit een wc van zijn erf tevoorschijn komt. Weet u, dus het komt erop neer, alles is in elkaar gelogen. Ja. Daar zitten wij onze kostbare tijd te besteden om de logica en die leugens van Boutersen te gaan ontwarren. Nou ja, is het alleen maar de leugen van Boutersen of het leugen van alle machthebbers in dat Boutersen liegt? Ja, maar u zegt zelf, de veiligheidsdiensten zijn zo lek als een mandje, kennelijk. Ook met andere woorden, maar dat is een apart verhaal. Ja. Alles gaan we al die verhalen door elkaar moeten halen. Ja. Dus we hebben nu het vizier gelegd op Boutersen, omdat hij de hoofdpersoon is, die dus de boel heeft belazerd en de hele wereld ziet dat. De hele wereld kan het niet plaatsen, dat 44 jaar na dato, dat is 42, iemand wordt berecht voor iets en dan maakt men allerlei bochten en alles is zo onduidelijk. Terwijl in het buitenland ziet men op een afstand van, hé, was aan een klop in een kondre dat hij. Suriname is een roversdes, die Bolkestein van de VVD gezegd en het blijkt zo te zijn. Alles is in de war, institutioneel, juridisch zit, is iedereen nou jurist geworden, die komt uitleggen. En Spong heeft dat ding goed uitgelegd. Ik schaar me even juridisch achter postulaten van Gerard Spong, die heeft gezegd dat het rechtssysteem in Suriname is een gesloten systeem. En je kan niet de ene keer wel eraan meedoen en de andere keer niet. En wat betreft die amnestie die Boutersen zichzelf heeft gegeven, de grote fout die nieuwe ploeg maakt, en daar is Spong, Spong, want het is niet mijn analyse, het is de analyse van de internationale rechtsgemeenschap die bepaalde normen hanteert, vooral bij die supranationale lichamen, de Commissie voor de Rechten van de Mens, van de Verenigde Naties en noem maar op, die hebben internationale standaarden ontwikkeld waar alle landen die zich democratisch achten zich aan moeten houden. En binnen dat bestel, en dat noemt Spong een gesloten rechtssysteem, is er een logica en binnen die logica heeft Boutersen zelf een officiële advocaat die hem verdedigt en heeft die stappen netjes gevolgd. Ja. Alleen nu blijkt dat hij de boel heeft zitten belazeren door te zeggen, hij gaat zich neerleggen. Ik heb u al een voorbeeld gegeven hoe hij de Hamels uit zijn eigen partij aan het woord laat. Van Grand Okoro, die zijn man. En tegelijkertijd gaat hij, dus hij die mannen een spreekbeurt geeft, gaat die mannen tot rust manen. Hij gaat rust brengen in die samenleving. We moeten niet trappen in dat theater. Er wordt een heel groot theater opgevoerd. En ik zeg, de advocaat van Boutersen verdediging in dit geval, die precies van wat de professionaliteit van zijn beroep vergt, heeft hij aangegeven zo. Ja. Hier houdt mijn werk op. Ja. En toen heeft Boutersen die nieuwe jonge advocaten die onervaren zijn ingezet.
Spong heeft het met een simpele zin afgewimpeld. Hij zegt, die zijn te laat met hun, ook al hebben ze 1000 gelijk. Je moet binnen het gesloten rechtssysteem die procedurele regels die de juiste juristen met zichzelf hebben afgesproken, die hebben ze niet goed gebruikt. Ja. Ik laat in het midden of het een fout is van Turin Kanai of een toevoeging van die zogenaamde nieuwe juristen die nou zich over die zaak buigen. Spong heeft erop gewezen dat in het rechtssysteem de Surinaamse grondwet is samengesteld. Men zondigt tegen de Surinaamse grondwet. Als eenmaal een uitspraak ligt, kun je daarna verder, zeg maar. En er is geen rechtsmiddel meer open, hè, in de zin van beroep. Dan kun je niet met een nieuw feit komen en zeggen, ja, maar dit heb ik ook nog. Dan is het afgelopen, dat snap ik. Dan had je eerder moeten komen, dat zegt Spong. En ik zeg, nogmaals, ik wil juist niet in de juridische discussie gaan. Ja, maar ik denk dat we dat punt overstegen zijn. We zitten nu in de executie. En we zien dat bij de executie, toch wel op 12 januari, makkelijk meneer Boutersen verdampt is. En de vraag die ik aan jou voorleg, en ik denk waar alle luisteraars ook graag over naar jou willen luisteren, juist. Dus hoe kan het dat dan die meneer zo plotseling verdampt is? Een deel heeft te maken met zijn karakter. Ja. Hij heeft politieke zelfmoord gepleegd. Wanneer ik die vergelijking maak met wat in het buurland is gebeurd, worden mensen boos op mij. Ja. Maar het is de werkelijkheid. In het buurland is hetzelfde gebeurd in die kwestie van Jonestown. Ja. Dat een Amerikaan met een verhaaltje. Ja. Is hij die Guyanese gaan bezighouden in religieuze zin. Ja. Dat is een secte. Ja. En die man heeft het voor elkaar gekregen dat honderden, bijna 1000 Guyanese massaal zelfmoord hebben gepleegd. Ja. En men doet alsof ik een sprookje vertel. Nee, dat is de werkelijkheid dat die plaats gaat in Guyana. Ja. Maar dan denkt men, oh, maar zoiets gaat niet in Suriname plaatsvinden. Nou, ik ga u zeggen, met die gegevens die we hebben voor handen hebben, met het opleidingsniveau van de Surinamers en de verschillende ongelijkheden in die bevolking, zou ik maar heel voorzichtig zijn om te zeggen dat het bij ons niet gaat gebeuren. En ik wijs op de similariteit, zeg ik nogmaals, hetzelfde stramien van de massapsychologie die geldt in Suriname, dat een man die zich heeft voorgedaan als leider, maar het eigenlijk niet was, omdat hij bijna bij elke stap die hij zette is gesouffleerd door derden. Weet u waar, ik ben geschrokken zelf, dus in mijn, ik volg alles van Suriname. En toch ben ik geschrokken dat op het laatst van de regering Boutersen, in zijn tweede termijn, heb ik een vergadering gezien waar Boutersen als een kleine jongen aan een tafel zit samen met Kirpalani en nog een paar andere mensen uit de financiële wereld, zitten ze iets uit te leggen aan de Surinaamse bevolking waar ze geen kaas van hebben gegeten. En dan zie je dat Boutersen het niet meer weet met zijn tralala gezicht. En dan is Kirpalani aan het woord. Toen ik dat zag, ik zeg, wat is er hier in Suriname aan de hand? Een politiek leider moet komen verantwoorden wat er gebeurt in de financiële sector. En hij geeft het woord aan een man die, al ken je die man niet. Als je alleen maar weet de geschiedenis van die firma Kirpalani, weet je dat niet, meneer Garderam, dat Kirpalani, ik wil er niet slecht over praten, want ik vind het een goed bedrijf. Maar ik zeg, ze hebben ook meegedaan aan die etniciteit. Het is een tijdje, ik heb vrienden die bij Kirpalani werkten. En dan zeg je, dus dat als je in Kirpalani ging, was alleen maar Hindustanen. Ja. Die daar kwamen. Ja. Enzovoorts. Maar ik ga daar niet verder op in. Nee, maar Kirpalani kwam veel later naar Suriname. Toen al de bevolkingsgroepen al heel wat leed samen hadden gedeeld. Dus die had nog niet die emoties die de gemiddelde Surinamer had. Om niet etnisch te denken en met elkaar samen toch wel te delen en te leven. Juist, dus Kirpalani is een hoofdstuk apart. Hij is rijk geworden over de ruggen van de arme Surinamers. En heeft gretig gebruik gemaakt van de situatie. Maar datzelfde zie ik nou. Ik zie dat heden bij Kulditsin. Ja. Dat noem ik nou een stukje verantwoording voor Santoki. Ja. Die dat beleid van family en friends. Ja. En de etniciteit van een kleine club binnen de VAP, want niet alle VAP'ers zijn zo. Ja. Dat heeft Suriname kapot gemaakt. Duidelijk.
Meneer Ludwig, is het zo, gelooft u dat het feit, en daar blijf ik op hameren een beetje, dat meneer Bouters dus nu verdampt is, hè, plotseling van de aardbodem verdwenen is, niemand weet waar die is. Politieke zelfmoord. Nee, maar het gaat erom dat een meneer die nog gewoon fysiek, maar ook normaal met zijn hele charismatische aandoening in die samenleving stond, tot en met 12 januari, en plotseling niet is, maar iedereen weet dat hij er is, maar ergens in het binnenland of ergens in het buitenland. Dus mijn vraag aan u is, is dit een zaak van één persoon? Is het alleen maar Boutersen die een weg heeft gecreëerd om te vluchten? Of is dit een samenspanning van, een medeplichtigheid van met name machtigen in dat land, hè, die met de knoppen, met de vingers aan de knoppen zitten op dit moment? Nou, ik zeg het u, het is een vervolg van een gammele situatie in het land Suriname, in de rechtsstaat Suriname. Ja. Waarbij ons justitieel apparaat rammelt aan alle kanten. Ja. Waarbij onze veiligheidsdiensten rammelen, ook kwalitatief. Ja. Want ik wil niet gaan praten over opleidingen van mensen, maar ik wil wijzen op de technologie in de wereld. Ja. Ja. In de wereld is met die, u kijkt maar naar die oorlog in Oekraïne, wat de drones doen allemaal, en lange afstandse raketten en satellietcommunicatie, waarbij je vanuit het heelal tot in die bodem van Suriname kan kijken. Dus dan moet ik me bezighouden met een discussie waar Bouters schuilt. Het gaat niet om waar hij schuilt, het gaat erom dat hij zich heeft kunnen onttrekken, hè, van het rechtssysteem. Want de gewone kleine man, de boer op in Nikeri of in Koroni of Saramaka, als die een foutje begaat, waarvan straf op zit, hè, conform de wet van het wetboek van strafrecht, dan wordt hij opgepakt en opgesloten, toch? Klaar. Dat moet met Bouters gebeuren, dus dat is meegewerkt. Dat ben ik met u eens, maar daar hoef je niet een is dat een zaak van hem alleen geweest? Of hebben de machtigen, lees het Openbaar Ministerie, de president en allen die daar, de veiligheidsdiensten, hebben die meegewerkt om deze man toch wel een veilige exit mogelijk te maken? Ja, maar luister, ik discussieer niet zo, hè, want dat ik alleen ja of nee moet zeggen. Nee, u heeft de ruimte. Vertel, wat vindt u ervan? Wat denkt u zelf? Ja, dat is precies. Nou, ik ga u zeggen dat er een veelvoud aan factoren ter bespreking moeten komen nu u deze vraag stelt. Ja. Namelijk, het rechtsgevoel in Suriname is aangetast. Ja. Want als je in een land zit waar men regels maakt, men die regels niet toepast en het niet erg vindt dat wanneer er een uitspraak is gedaan door rechter, dan verschijnen ze niet. Meneer Bouters is nooit verschenen in de rechtszaal. En dat wordt goed gepraat en gelapt en geplakt aan alle kanten. Dan kan je wel tot dit soort vragen komen. Maar dan zeg ik bij mezelf, met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Als je een apparaat hebt dat op verkeerde manier bediend wordt. Het is net een auto. Een auto is niet gemaakt om aanrijdingen te maken, toch? Maar wanneer je iemand achter het stuur zet die onbekwaam is, gaat hij alleen maar aanrijdingen maken. En daarom zeg ik, in Suriname faalt het systeem. Ik zal die beruchte woorden van die Nederlandse politicus maar noemen. Een failed state. Die instituten werken niet. Dus dan werkt ook het instituut dat de man moet in de gaten moet houden als verdachte in de eindfase van een proces. Dat systeem werkt niet. Ja. Dan heb je weer maar is dat willens en wetens? Je kunt falen op twee wijzen. Eén, je bent onkundig. En dan weet je niet een plan op te zetten om te doen wat je moet doen. Of je bent wel kundig, maar je verzaakt boetwillig om te doen wat je moet doen. Is dit hier onkunde of is dit willens en wetens situaties scheppen waardoor de man heeft kunnen ontglippen? Het kan van alles zijn. Het kan ook een afspraak zijn. Ja. Het kan zijn het niet functioneren van het systeem. Ja. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat ook, want dat is in Suriname herhaaldelijk gebeurd. Ik heb een voorbeeld gegeven van de loop van de Surinaamse geschiedenis. Ja. Dat vanaf 1980 door een illegale staatsgreep
er een opeenvolging van illegaliteit hebben plaatsgehad in Suriname, waardoor het rechtsgevoel, ja, de rechtsorganisatie, helemaal verstoord is in het land. Ja. En ik wijs erop dat de VAP koepoging heeft ondernomen, een vergiftigingspoging in een kerk, een 11 maart 82, een gewapende koep, waar Rambogus mee betrokken is, ja, geweest. Dat zijn allemaal de NPS heeft ook pogingen gedaan. Kerveld is vermoord in het buurland. Guyana, niemand praat er meer over. Ja. Maar het zijn allemaal pogingen van de NPS ook, ja, om de macht over te nemen van die militairen. Ja. Iedereen deed een gooi naar de macht. Dus ook meneer Valk heeft dat gedaan in 1981. Ja. En Nederland was het niet eens met wat Valk deed. En daarom is hij oneervol ontslagen. Ja. Ja, en dus dat wil zeggen, dus of dat binnen een kort tijdsbestek zoveel groepen naar de macht grijpen en men, het gaat met een scissor over, ja, wat blijft er op het eind over van het rechtsgevoel? En dat zeg ik, dat, daar slaat die vraag van u op. Dat ik nu, daarom zeg ik van, het is moeilijk discussiëren, omdat het antwoord dat ik ga geven, er moet medewerking zijn verleend. Ja, maar wat voor soort medewerking? Je hebt zoveel soorten medewerking. Ik zeg, ik heb nooit die relatie VAP-NDP vertrouwd. Ja. Omdat er veel achter de schermen is geschied. Ja. En er zijn berichten gemaakt in de sociale media van Surinamers die erop hebben gewezen dat Santoki in het geheim met de procureur-generaal bij elkaar komen en et cetera. Maar weet u, als je naar al die dingen moet gaan luisteren, want je hebt tegenwoordig ook framing, hè, dat men, ja, ja, bewust dingen verkeerd zegt, ja, om jou de dwaas, ja, te brengen. Ja. Ja. Dus ik heb me niet bemoeid met die juridische kolom. Ja. Ik heb alleen kunnen opmerken dat meneer Kanhai, de officiële verdediger van Boudersen, heeft aangegeven het punt tot waar hij eindigt. Ja. En toen heeft het een en ander is overgenomen, ja, door een juridische groep, maar ik weet niet in welke mate. Ja. Dat ze alleen misschien iets hebben ingebracht, ja, over die amnestiewet. Ja. Waarvan Spong het prachtig heeft gepareerd. Dat het, dat ding Larikoek is wat die mensen opbrengen. Ja, ja, in die zin Larikoek, dat ze niet op de juiste manier, op de juiste in de juiste periode, die kwestie aan de hangen heeft gemaakt. Ja, dus, maar hij heeft ook inhoudelijk, ja, gezegd, ja, heeft ook inhoudelijk gezegd dat die amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Ja. Maar ik ben geen jurist om dat nu te komen uitleggen. Ja, er is nog eentje die bij vrij rondloopt, die heeft ook amnestie gehad, toch? In de kader van, toch? Nee, maar luister, nee, je moet geen appels met peren vergelijken. Want, ik zeg, moord is moord, toch? Laat maar bij het einde, ja, beginnen. Ik vind Santoki moet weg, Brunswijk moet weg, Boudersen moet weg, Sommel Harjo moet weg, Gregory Rusland moet weg. Laat maar even concreet zijn, dat wil men horen, toch? Dat vind ik. Maar ik zeg, ze hebben allemaal andere noten op hun zang. Mm-hmm. Brunswijk heeft een heel andere lijst. Maar die lijst eindigt precies als die lijst van Boudersen. Toch? Ja. En Santoki heeft diezelfde lijst ook. Ja. Het is zelfs zo dat er een enorme gelijkenis is in de geschiedenis van de persoonlijkheid, ja, Santoki en de persoonlijkheid Boudersen. Ja. Zijn er veel overeenkomsten. Ja. Ja, en ik ga niet verder in de gedragsstoornisrichting. Maar ik wil wijzen dat een heleboel niet klopt in Suriname. En we zien het met z'n allen. En daarom zeg ik, ik waardeer uw werk ook. Dat u middels een kritisch radioprogramma probeert inzicht te krijgen in wat voor processen zich in Suriname voltrekken. Ja. Ja. En dit interview geef ik mijn invalshoek. Duidelijk. Mijn eigen invalshoek, ja, op de zaak. Ja. Want ik heb dezelfde doelen als u. Ja. Ik wil van Suriname een leuk functionerend land zien. Ja, maar dan heb je leuke, betrouwbare leiders nodig. Dan, juist, heb je een president die in de media, dan is het niet social media, hè, gewoon, ja, op de Nederlandse nationale televisie, maar ook in Suriname, gezegd zou hebben, wet en regels gelden voor alle mensen. En als die man veroordeeld wordt, dan moet hij gevangenis in. Punt. Zei de president, toch? Ja, ja. Dat is geen mits en maren tussen. Meneer president, Santoki zegt,
Als er een vonnis is, wetten zijn voor alle tsunamers. En dan maakt het niet uit of je dan gewezen president bent. Of een gewezen boer bent in het reisdistrict Nikeri. Als je straf krijgt, dan ga je die straf moeten uitzitten. Nou, is het moment er daar dat je die straf moet gaan uitzitten. En dan zien we op het erf van meneer Boutersen. Dat heel veel leden van zijn partij er zijn. Maar ik zie geen één politieman. Ik zie niet één persoon die inderdaad de belofte die president maakt naar de samenleving, nationaal, maar ook internationaal, dat die daar staan om uiteindelijk te voorkomen dat die meneer inderdaad de situatie ontvlucht. Hoe betrouwbaar is dan het woord van de president van Suriname? Ik ben het helemaal met u eens, die president is totaal onbetrouwbaar. En ik vind niet dat er heel veel mensen aanwezig waren hoor, in die tent. Die ze op het laatst hebben opgezet. U ziet dat het maar om een handjevol mensen gaat. Ja. Op het totaal bekeken die een heleboel kabaal maken. Ja. Maar wij moeten daarheen kunnen prikken. Daarheen moeten we kunnen prikken. Ja. Ik wil even nog iets opmerken toen u het had over de uitspraken van Zatokument. Ik vind er zoveel het woord als in die. Ja. In die zinnen voorkomen. Ik ben taalkundige ten dele. Ja. En ik moet u zeggen, mijn vader heeft me geleerd, als je vader koning is, dan ben jij prins. Ja. Maar dat is als. Ja, maar in dit geval was als dus omgezet in een straf, hè? Het is actief geworden. Dus niet een passieve, als, maar het is actief geworden. Juist, maar daarom zeg ik, ik ben het u eens. Het is een totaal onbetrouwbare situatie in Suriname. En dat is het gevaar. En dan ga ik nou naar een conclusie. Ja. Want die heb ik nog niet getrokken. Ja. Ik wil u dit zeggen. Mijn visie is dat. Ik heb er heel lang over nagedacht. Als het werkelijk zo is. En ik geloof daar wel in. Dat er gevaarlijke situaties dreigen voor Suriname. Van een gewapend conflict in die bevolking. Dat partijen allemaal hun macht moeten gaan tonen. En dan hebben we twee kanten die machtsdreiging serieus kunnen maken. Dat is de NDP, vanwege de militaire geschiedenis en de verspreiding van wapens onder die bevolking. En dan zal ik maar zwijgen over het wapendepot dat bij meneer Boutersen in het huis is aangetroffen en hij loopt gewoon vrolijk rond. Dat is maar om te illustreren dat er een heleboel dingen afgesproken worden waar wij buiten gehouden worden. Dus er zijn veel wapens in het kamp van die NDP'ers. Ja. En daarmee hebben ze die bevolking bang willen maken. Dat als Boutersen wordt opgesloten, dan gaat de hel losbreken in Suriname. Ja. En aan de andere kant heeft Santokie hetzelfde gedaan. En die werkt met zijn politieke arm binnen het justitieel apparaat. Die zegt van je kan doen wat je wil, ik sluit je toch op. En dat betekent dat die dreiging voor geweld onder die bevolking is reëel. Het gaat om belangen. En dan zeg ik dat als je goed leiderschap wil tonen in Suriname, dan moeten wij allen voorstander zijn van vervroegde verkiezingen. En weet u, men heeft zo over die zaak heen gesproken dat mensen vergeten dat een legale weg is om de zaak in Suriname aan te pakken. En op al die belhamels op te ruimen in politieke zin, niet in de fysieke zin. Dat wanneer wij eisen vervroegde verkiezingen, ik verwijs naar de Surinaamse geschiedenis, waarbij Lachmon te maken heeft gekregen met vervroegde verkiezingen, toen de NPK de macht kwam, dat bijna al die verkiezingen in Suriname vervroegde verkiezingen zijn geweest. En dat is een fenomeen dat vaker voorkomt. Zelfs die revolutie van 1980... is een paar maanden voor de officiële verkiezingen heeft die plaatsgevonden. En ik ben gaan bestuderen hoe dat komt. Dat komt omdat dat ook een mechanisme is dat werkt in Suriname. Al die kwade geesten die bezig zijn een gewelddadige zaak te laten ontstaan in Suriname, om die het voor te zijn dat je snel aan een machtsverandering moet komen. En Santokie, je kan de kool en de geit sparen. Hij heeft zijn taak al verbracht. Hij heeft Boutersen eigenlijk van het politieke firmament weggepoetst met legale middelen. En dan houdt zijn taak op. Maar als Santokie nog Suriname wil gaan regeren,
creëert een groot probleem voor zichzelf. En daarom zeg ik, daarop is mijn voorstel gebaseerd. En is een voorstel aan de VAP om een stop te zetten achter hun eigen regering. Dan redden ze zichzelf in de publieke opinie. Namelijk, ze hebben hun taak volbracht, einde rit. Ze hebben er niks van gebakken om het land op te bouwen. Laat anderen zien dat ze dat wel kunnen. En dat kan je alleen door vervroegde verkiezingen. En zelfs als je de verkiezing gaat uitstellen, nadat je die vervroegde verkiezingen hebt geëist, dan leg je die organisatie van die te komen verkiezingen in andere handen. Dat is een tactische het is een feitelijke en tactische oplossing van de debakels van de regering Santokki. En het helpt Suriname aan een rustiger vaarwater. We hebben niks aan leugenachtige verklaringen van oneerlijke leiders die maar iets roepen wat in hun eigen belang zit. En dit wat ik nu zeg, en ik zal er later op terugkomen. Ik heb dit bestudeerd. Ik praat niet zomaar uit mijn nek. Ik probeer te kijken waar ligt die middenweg. En ik heb gezien, hier ligt die middenweg. Dat Santokki zo mans moet zijn, dan hoeft hij dat hele vraagstuk dat hij zelf heeft gecreëerd, hoeft hij niet op te lossen. Maar dan laat hij dat in handen van de bevolking. Dat lijkt mij op dit moment een beste benadering van de hopeloze situatie waarin Boutersen eigenlijk ons land heeft gebracht. Wat nu, weet je wat het is? Boutersen is voortvluchtig. Eigenlijk is het zelfmoord. Want als men een opsporingsbevel gaat vervaardigen en men komt die man tegen, zal men het recht hebben om er iets mee te doen, een fysieke afrekening. En dat moeten we niet hebben. Dus ik pleit in het belang van Boutersen zelf dat er snel door de regering moet worden gehandeld. Spong heeft het zo gezegd dat de PG snel in actie moet komen in Suriname. Maar een van de mogelijke politieke uitvalswegen, dat is gewoon dat Santokki het voortouw neemt. Dat heeft Laxman ook gedaan. Dat hebben de militairen bij die in 1980 ook gedaan. Voordat de verkiezingen kwamen, hebben ze eind gemaakt aan een situatie. En het schijnt in de Surinaamse geschiedenis geaccepteerd te worden door de bevolking, omdat het alternatief is een wapend conflict in die bevolking. Ja. En dat moeten we niet hebben. Oké. Okay. Nou, fantastisch mooie conclusie, heer Van Milieu. En dank voor deze heldere uiteenzetting en dit gesprek heden. Ik ga ervan uit dat we alles met elkaar hebben doorgenomen. Ja. En dat u uw verhaal heeft gedaan. Mocht er nog iets zijn waarvan u zegt van dat had ik ook willen zeggen, dan bied ik u nog de ruimte daartoe. Ja, ik wil dit zeggen. Ja. Je kunt ook met de tijd, de tijd is ook een wapen, hè. Ja. En dat is het belang van vervroegde verkiezingen. Ja. Dat je in feite, je dwingt een momentopname af waarbij iedereen water in de wijn moet doen. Omdat men niet is voorbereid op vervroegde verkiezingen. En dat werkt neutraliserend in een land. En dat is mijn advies voor Suriname. Om alle partijen te erkennen, maar dan die krachtmeting te doen zoals we met elkaar hebben afgesproken, op parlementaire wijze, en dan gewoon verkiezingen te houden. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Want dan krijg je dus weer een pijlstok voor de wil van het volk. Ja. Zult u zien dat die wil veranderd is, vergelijkbaar met de situatie in 2020. Want iedereen in Suriname, als ze de politiek analyseren, gebruiken ze oude gegevens van vroegere verkiezingen. Maar een nieuwe verkiezing geeft ons nieuwe informatie over hoe de verhoudingen liggen in Suriname. Ja, daar moeten we ons allen bij neerleggen. Het kan neutraliseren. Ik wil met de laatste zin eindigen. Ja. Door erop te wijzen dat Nederland heeft de militairen misbruikt. Dat is wat ik bedoelde met dat Nederland een miskleun heeft gemaakt met Suriname. Misberekeningen. En dat nu Suriname de kans krijgt om Nederland erop te wijzen dat herkolonisatie van Suriname niet gaat lukken. Dat wij Surinamers zelf onze toekomst bepalen. Dit was het. Oké, heer Milieu, dankjewel voor dit gesprek.
En graag tot een volgende keer voor vanavond. Wens ik u nog een mooie avond. Zo direct smakelijk eten. En ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Kateraan. En ik hoop dat dit interview bijdraagt tot meer inzicht in wat zich in Suriname nu voltrekt. Het zijn moeilijke tijden. Zeker. Dank. Filmi Gaane se jude rehne ke liye YouTube app ke bell icon ko press. Har waqt tere husn ka hota hai samaar. Har waqt tere husn ka hota hai samaar. Har waqt mujhe chahiye andaaze bayaan, har waqt tere